In Grashoek is zondag het 100-jarig bestaan gevierd van de parochie van het dorp. Dat gebeurde met een mis in de kerk en een inzegening van het nieuwe Heilig Hartbeeld in de nis aan de buitenzijde van de kerk. Ook werd dit informatiebord onthuld. Tijdens de festiviteiten werd het startschot gegeven voor de viering van 100 jaar Grashoek. Hiervoor werd ook een logo onthuld. Op 28, 29 en 30 juni vindt er in het dorp een feestweekend plaats en wordt het uitgebreid gevierd. Andrea Kruisberg en Henk Steeks kregen een speldje voor hun verdiensten voor het dorp. Ze hebben zich de afgelopen jaren ingezet voor de leefbaarheid van Grashoek. En Andrea, jij bent de persoon waarop de commissie gezegd heeft, als er iemand verdiend is, dan is dat Andrea. En bij deze wil ik jou deze spel opspelen. Henk, ik kan niet meer zeggen, je hebt helemaal van je niks in de gaten. Je hebt zelf in de commissie zitten waar dat besloten werd. En dan heb je niets meegekregen, hè? Dat moeten ze moeten doen. Ze horen doen. Dus Henk, wil ik jou ook die spel die je zelf mee ontwikkeld hebt, die je zelf mee besloten hebt, om dat die uitgereikt gaat worden aan mensen die wat bijzonders voor de gemeenschap hebben betekend. En daarom wil ik jou, want als voorzitter wil ik van Dormsoverleg, wil ik jou deze spel overhandigen en afspelden. Je hebt het echt verdiend. Steeks werkte ook mee aan het tweede deel van het boek Waar de Grote Molenbeek ontspringt, dat zondag werd aangeboden aan burgemeester Delissen. Het boek is geschreven door een redactieteam onder leiding van de historische werkgroep. Het concept hadden we al een keertje gemaakt in samenwerking met de Paters Lazaristen, een chroniek van de Lazaristen en Panningen. 100 jaar Lazaristen en Panningen. Ik vond het een prachtige formule en ik zei, als we een haast, want het was een haast, 4 jaar tijd moesten we dat boek voor elkaar krijgen, dan doen we dat volgens dat procedé. En dat werkt. Dat is, veel mensen van de historische werkgroep hebben meegewerkt. Hartstikke goed. Mensen die in de redactie waren, Vera Veldkes, Jan Kursters. Hartstikke hard gewerkt. Huub, hartstikke hard gewerkt. Maar alle mensen rondom ons heen. Maar het boek, de inhoud van het boek, gaat voornamelijk wel een opstap naar de nieuwe tijd. Want we gaan ook even terug in de oude tijd. Maar het gaat eigenlijk over de laatste 50 jaar. Ja. Dat is namens de parochie 100 jaar Grashoek. En dit is namens het dorp 100 jaar Grashoek. Ja, dus meer dan 400 boeken zijn bij voorinschrijving gekocht. En nu is het ook nog te koop in combinatie met het deel 1. Want daar hadden we nog zo'n 100 exemplaren over. Tegen een gereduceerde prijs van €50. Zometeen is het in de boekhandel te krijgen. En dan gaat het voor kerstmis nog veel verkocht worden. Daar ben ik van overtuigd.